Uh, de turbulenties in het Vaticaan dan. Niet voor het eerst, maar ze zijn wel stevig deze keer. En uh, ze zijn er omdat de vorige paus, Benedictus, binnenkort een boek uitgeeft. Samen met een belangrijke kardinaal, waarin hij het celibaat verdedigt. En dat op het moment dat de huidige paus, Franciscus, dat celibaat net een beetje soepeler wil maken. Onder meer door in uh, sommige landen in het Amazonegebied enkele getrouwde mannen uh, priesters te laten worden. Uh, meneer Torf, en eerst het nieuws van de dag. Want eerst doet Benedictus zo'n aankondiging en, en dan trekt hij plotseling in de loop van de namiddag zijn staart in. Ja, dus uh, er stond, eigenlijk is uh, het hele incident begonnen met de voorpublicatie van een stuk van het boek in Le Figaro in Frankrijk. Huh? En het boek verschijnt ook eerst in het Frans. Wat niet verwonderlijk is, want de initiatiefnemer is niet Benedictus, maar is wel degelijk uh, kardinaal uh, Robert Sarat. Uh, die komt uit Guinea, uh, was uh, toen hij jong was de jongste aartsbisschop uh, ter wereld, 34 jaar. heeft carrière gemaakt onder Johannes Paulus II en onder uh, Ratzinger uh -huh. eigenlijk. En is op dit moment een oppos opposant van uh, Paus Franciscus, maar hij doet dat op een sluwe manier. Hij gaat er niet. Uh, Keihard tegenaan, zoals andere kardinalen, kardinaal Burke of kardinaal Muller, die ook zijn afgezet of op plekken zijn terechtgekomen, helemaal in de marge van het systeem. Sarah is nog steeds prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, heeft in theorie nog een topfunctie, maar schrijft geregeld boeken. En dat doet hij met de hulp van een Franse journalist, Nicolas Diaz. En die boeken zijn ongelooflijke bestsellers, misschien ook omdat hij zelf een aantal exemplaren opkoopt, wie zal het zeggen. Maar die zijn in alle boekhandels te vinden in Frankrijk, maar ook in Rome liggen die overal. Waardoor die Sarah zich echt ontpopt als een stem van de oppositie en misschien ook wel een kandidaat paus, mocht deze paus er om een of andere reden mee ophouden. Ja. En ik denk dat de paus, de vroegere paus dan, Ratzinger. Een beetje mee is gesleept uh, door uh, Sarah. Ze hebben zeker dezelfde ideeën, grosso modo, daar twijfel ik niet aan. En Ratzinger heeft ook een tekst ingeleverd over het celibaat voor dat boek van Sarah. Maar ik denk dat hij dan wel geschrokken is dat hij daar als mede-auteur op die kaft stond. Ik heb u vanmiddag op de radio horen zeggen. <tie> het zou wel eens kunnen dat hij gemanipuleerd is in deze. Wel, ik denk uh, dat hij toch onvoorzichtig is geweest. Toen Ratzinger nog paus was, schreef hij verschillende theologische onder de naam Jozef Ratzinger. En hij zei, kijk, uh, dit is mijn persoonlijke mening als paus, maar niemand is er door gebonden. Nu, plotseling, wanneer hij geen paus meer is, formeel gezien, en daar bestaat geen twijfel over, zou hij gaan publiceren onder de naam Benoît XVI. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat hij wel wilde meewerken met Sarah, dat ze wel geestesgenoten zijn, dat ze eigenlijk allebei vinden dat deze paus te ver gaan, gaat, maar dat hij ja, dan toch terugdienst voor de uiterste consequentie. Ja. Op de kaft verschijnen, samen met een opstandeling. En Franciscus die te ver gaat, dat gaat dan over dat celibat. Ik zei het wel in het ja. Amazon, wat, hoe zit dat in elkaar? Dus daar gaan een paar getrouwde mannen Priester mogen worden, hoe, hoe, hoe breed? Wel, de Amazone Synode heeft uh, daar uh, zich met een vrij comfortabele meerderheid voor uitgesproken. Welke landen? Uh, wel, dat is onder andere uh, een stuk in Brazilië, een stuk in aangrenzende landen, onder andere Suriname. Ook Nederlands talen komen op die manier. In aanmerking, uh, maar het gaat dus inderdaad om een uitzondering. Het gaat om viri probati, dus dat zijn mensen die mannen die al oud genoeg zijn om min of meer onschadelijk te zijn in het leven, die wel getrouwd zijn, maar die dan op die rijpere leeftijd priester kunnen worden gewijd. Het is dus geen oplossing voor jongeren die bijvoorbeeld nu naar een seminarie zouden willen gaan. De maar paus, als dat, als dat in, in een land als Brazilië toch een zeer belangrijk katholiek land. Als dat daar gebeurt, is, zou het dan kunnen dat Franciscus op die manier de, de poort een beetje openzet en dat het op die ja. manier zich voort zou kunnen verspreiden? Wel, hij zegt van niet, maar ik denk van wel. Dus ook Franciscus zegt, onder meer op een, op een vliegtuig, als hij uit Panama terugkwam, heeft hij op een gegeven moment gezegd kijk, ik blijf het celibaat als een gift beschouwen en zo verder. Het verplichte celibaat. Maar dan tegelijk... Vindt hij het een mooie regel die toch uitzonderingen mag hebben? En dan kan je ver gaan, te meer ook omdat je niet kan zeggen dat er nooit uh, gehuwde priesters zijn geweest. Het is pas in de 12e eeuw dat. Uh Definitief het celibaat voor de hele Latijnse kerk is opgelegd. En Petrus, bijvoorbeeld, uh, had een schoonmoeder die niet op de markt kan worden aangeschaft. toch enkel via het huwelijk kan worden verworven. Dus die de eerste euh, paus die was getrouwd. Dus. Ja, dus daar kan je niet zeggen dat het echt Bijbelse roots heeft. Ja, um, en, en hoe moeten we dat. Want oké, okay, kan je dat verengen tot. De conservatieven die zich opnieuw en dan een beetje misbruik maken, als ik het zo mag noemen, van, van Benedictus op zijn 92, want ja. die is 92 intussen. Om dan terug zich te zetten tegen dat progressieve gedachtegoed van uh, Franciscus. Wel, er is al heel veel heisat in het uh, Vaticaan de laatste uh, jaren. En uh, bijvoorbeeld vorige paus, uh, zoals Johannes Paulus II, die toch een autoritair man was, mm -hmm. hebben dat nooit meegemaakt of nooit toegelaten. Maar er is heel wat verzet tegen het uh, bewind uh, van de huidige paus. Uh, er is bijvoorbeeld een tijd geleden een brief geweest van vier kardinalen tegen de de lakse seksuele politiek, wanneer het over het gezin ging van de paus. Geregeld hoor je allerlei plaagstoten uitdelen. De paus zelf is ook vrij hard tegenover de curie. Dus in feite is die machtsstrijd al bezig. En wat er zeker geen goed aan doet, is dat de paus voor dit jaar een grondige hervorming van het bestuursapparaat, de Romeinse curie, heeft aangekondigd. Wat dus ook zou kunnen betekenen dat mensen die daar nu gebeiteld denken te zitten, hun positie verliezen. Er komt ook nog bij dat een aantal op pensioen gaat en dus nieuwe benoemingen kunnen ook bedreigend overkomen. Ja, dus, dus er worden er een paar nerveus, zegt u? En... Ik denk het wel en ja. zoals zo vaak, je kan over ideologie spreken, inhoud, maar het politieke aspect... Wat, wat mij een beetje verbaast in, in, in uw schets, en u bent de kenner van, van uh, Vaticaanstad, is dat die tegenstellingen nog zo hard zijn. Want ik ja. heb in voorbereiding van het gesprek dat we hier ja. vanavond gingen hebben. mens moet zich veel opofferingen getroffen hebben. <laughs> Naar de Two Popes gekeken gisteravond. Ja, ja, ja. En als totale atheïst was ik... film ver... die op dit Leuke moment... film, uh, allebei terecht geomineerd voor een Oscar. Uh, en wat mij daarin uh, ja, bijna ontroerde... ...was de manier waarop en de conservatief en de progressief mekaar in dialoog toch vonden. Hmm. Mag, mag dus ik dat... was even verzoend met de katholieke kerk... en nu slaat u dat beeld weer helemaal in de ja, Zullen dat... we ja. als we... Dank u. Uiteindelijk doet hij het ook. Maar goed, daar wordt dus een beeld geschetst... dat, dat Benedictus Franciscus op zijn stoel zou geholpen hebben. Ik ben wel buiten gestapt met het idee... wat is daar nu van aan? Niets. Uh, maar het is een fictiefilm En uh, het is vooral de bedoeling om mensen zoals... meneer De Smet die nog een weg af te leggen... Die nog naïef is, is over katholische... de katholieke kerk. Ja. <laughs> nee, maar om u terug naar de ware schaapstal te lokken. Maar... Nee, eerlijk gezegd, het is fictie, het is goed gespeeld, het zijn uitstekende acteurs. Wat vond u van de film? Ik vond hem zelf niet goed, uh, om, omdat ik hem heel irreëel vind. Uh, het zal nooit gebeuren dat twee topfiguren in de kerk, in dit geval een paus, en een topkardinaal zo'n fundamentele discussie voeren over alle punten tegelijk. Want het gaat zowel over seksueel misbruik als over de vrouw, als over uh, ja, de De collaboratie en, met de dictatuur. En, en de collaboratie met de dictatuur. Dus in feite, in, in een paar gesprekken, gaan ze het hele rijtje af, terwijl het juist de gewoonte is in het Vaticaan om op een briljante manier over vrijwel niks te spreken. Dus, een aantal, uh, dus praktische... de, dialoog, de inhoud klopt niks van het dialoog? Ook niet. Uh, nee, en dan zijn er ook nog een aantal feitelijke onjuistheden. Natuurlijk, het is fictie, ja. maar bijvoorbeeld wat historisch denk ik verkeerd is ten aanzien van Benedictus. Uh, hem wordt verweten dat hij ook niks deed aan het seksueel misbruik. Wel, dat is iets wat je kan verwijten aan zijn voorganger Johannes Paulus II, die ja. erg laks was, onder andere tegenover ja. Martiel. De... Ma dus maar het gunstiger zingen... beeld dat ik had van de katholieke kerk de laatste zijn... uur is eigenlijk een illusie. Wel, als u als het voor u een illusie is, is het misschien nog maar het beste dat u op uw standpunt bent. Maar we bij, zijn er, je de... zit er nu al zo lang mee bezig. We, maar, we zijn, zijn er alle twee, twee, we uh, zijn er alle ik, twee in getuigd. Ja, maar ik zeg niet dat het slecht is. Hè. Het blijft een, een, een mooie film. Dat uh, heeft u net gezien, wel gezien. Maar, zeg. maar ik vond hem niet goed. Nee. Ik vond hem niet goed, omdat ik daar is... weinig aan heb en dat als irreële er waren. Ja, goed. Voilà. Weer een, een, waan, een waan. Ja, jammer. Hè. Dank je wel, Rick Dank je wel ook, uh, mijn andere gasten. Fijn dat jullie er waren.